Holla. Paas in de richting van. Maar ook niet veel meer dan dat. En niet zo best weggewerkt. Maar Jensen kan er niet van profiteren. Tigaruini. Maher. Maher. Nog altijd Maher. Min of meer bij toeval. Maar dit is een prima voorzet. Die had binnengelopen moeten worden door een van de collega's van Maher. En dan kan Holla het nog proberen. Slordig. Reusler. Jensen. Jensen 1 tegen 1. Van te grote afstand. Holla. Jensen. Slagveer. Hij is snel. En hij weet ook een medespeler te vinden. Hier Holla met links. Het is Twente dat de kansen krijgt. Extra aanmoedigingen voor Clint Leemans. Leemans, ja, dat is een goede bal. En een goede redding ook. Lekker voor Drommel op die hoogte. Goed de bal eruit gebokst na de mooie zweef. Bij Van Crooy aan de linkerkant veel ruimte voor Jansen. En voor het doel. En doet er niet toe. Nu weer wel. Een geweldig uithaal. Drommel strekt. Maar hoeft er niet aan te komen, de poging van Post. Nou, de vrije trap mag dan genomen worden. En wordt daardoor Oenestaal niet zo best bewerkt. En Kastelen daar ook bij. Een merkwaardige situatie. Met Tigaruini daar nog bij de cornervlag, maar dat hoeft dan allemaal niet meer. Nog maar eens kijken naar het merkwaardige moment. De veelgeprezen Oenestaal zag in het begin van de wedstrijd ook een aantal situaties niet zo heel prettig uit. Hier mist hij de bal, dan is het Kastelen die hem daar dan weghaalt. Het is wel lang geleden dat Twente won. Ook voor VVV is het al wel weer van een tijdje terug. Maar die hebben een prettige buffer. En hier een goed springende voor zijn man komende Torino Hunten. Speler die nooit verzaakt. Van der Lely moest daar wakker geschud worden, maar staat te slapen en komt goed weg. Want Drommel stond ook niet in positie. Jensen. Jensen. Boeren. En Tigaruini. Tigaruini en de paal via Oenestaal. En dan de volgende poging gaat in het zijnet. Daar had Twente op voorsprong moeten komen. Boeren schiet in het zijnet. Dit zijn de momenten waarop je het moet doen. En Tigaruini doet het bijna. Oenestaal, paal. Dat is nog eens zuinig keeper, want je geeft geen corner weg. Zo reageert Pušić. En terecht. Dit zijn de momenten waarop het mee moet zitten. Maher met de borst. Tigaruini. En nu is Twente er snel uit met Jensen. En aan de rechterkant. Slagveer moet hij hem nu krijgen. Slagveer. En voor het doel. Is Jensen en die maakt het niet, want Oenestaal heeft lange armen. Het zit Twente ook niet mee. Dit was het moment, weer het moment. Heeft Twente er nu zo'n 2-3 van gehad om te scoren. Maar Oenestaal, soms merkwaardige capriolen, twee prima reddingen na rust. Het was te makkelijk dit keer van Hunten. Poging van Maher onderschept, waardoor er ruimte is hier, nu aan de rechterkant. Leemans. Leemans jaagt op het schot wat hij in zich heeft. En dat was een prima poging, goede redding ook van Drommel. Die bal dreigt eraan zo misschien wel via de binnenkant van de paal binnen te zeilen. Het waren de kansen voor Twente na rust om op voorsprong te komen. En de kostbare 3 punten mee te nemen. Nu moet het... Want het is afgelopen. Het doet met 1 punt. Dan zal Pušić rappen over vertrouwen. En meer vertrouwen. Maar ja, het gaat vooral om meer punten.